Hoi allemaal en welkom terug bij mijn channel. Vandaag ga ik voor jullie mijn summer bucketlist doen. En mijn gewone bucketlist ga ik daarin verwerken. Dit was een verzoekje. En ik vond het heel erg leuk omdat ik ook nog maar net mijn summer bucketlist gemaakt heb. Dus ik film dit keer weer even met een andere camera omdat mijn camera leeg was. Kwam ik achter, dus die ligt op de oplader. Maar ik wilde dit filmpje echt filmen. Jullie zien, ik heb echt heel weinig make-up op, omdat ik straks naar het zwembad ga. Of in ieder geval lekker chillen bij het zwembad met mijn vriendin. Dus ja, zonder al te veel geklets, laten we beginnen met mijn zomer bucketlist. Mijn zomer bucketlist ziet er zo uit. Ik heb allemaal verschillende kleurtjes gebruikt. Ik heb wat tekeningetjes gemaakt. En zoals jullie zien zijn er al een paar afgevinkt. Een zomerbucketlijst houdt eigenlijk in dat je een lijstje maakt van alles wat je deze zomer wil doen. Denk na aan ik wil kamperen, ik wil een kampvuur, ik noem het maar op. Niks is te gek, het is helemaal aan jullie. Ik heb bijvoorbeeld, ik zou graag een zonsondergang zien op het strand. Picknicken in het park, ik wil graag een kleurtje krijgen, een festivalletje pakken. Ik word 26 deze zomer. Ik wil een twerk party. Nou ja, twerk party. De week vrijdag is er hier bij ons in de Kroegstraat is een party. Een Moombaton twerk party. En daar willen mijn vriendin en ik heel graag naartoe. Dus ik hoop dat het lukt. Fingers crossed. Een zwembad in de tuin. Die hadden we. We hadden een zwembadje in de tuin. Maar onze kat heeft hem stuk gemaakt. Nee. Ik ga hem proberen of te plakken of ik koop een nieuwe. Maar dat, ja, hangt er nog eventjes vanaf. Ik wil mijn haar opnieuw verven. Jullie zien, het is nu rood. Dit zien jullie dat het niet echt rood meer is. Jullie zien mijn uitgroei heel erg. Ik ben er gewoon niet, ja, het is niet mijn ding. Ik was er heel erg blij mee. Maar nee, ik ga weer terug naar een andere kleur. En welke kleur, dat zie ik nu nog. Ik wil een Twilight marathon houden. Dus alle delen van Twilight gezien hebben. Ik wil barbecuen met vrienden. Nou heb ik hem afgekruist omdat we dat al gedaan hebben. Maar we zullen vast nog wel vaker barbecuen met vrienden. Maar in ieder geval heb ik één keer, sowieso één keer gebarbecued met vrienden. Ik wilde een romantisch weekend. Nou hebben we afgelopen weekend een heel romantisch weekend gehad. Omdat mijn man, ja, voor nu nog 11 dagen in Engeland zit voor zijn werk. Dus ja, niet echt heel erg fijn. Dan staat er op mijn bucketlist een nieuwe bikini. Nou, die heb ik gekregen. In een paar maatjes kleiner dan ik had verwacht. Staat er op mijn lijst een USA party. Oftewel een Amerikaans thema party. Mijn man wordt 30 in begin augustus. En daar heb ik een birthday party voor georganiseerd met een Amerikaans thema. Dus iedereen neemt zelf wat lekkers mee. En ik heb Amerikaanse cupcakes laten maken en de hele reut. Dus ook daar gaan jullie zeker nog wel meer van horen. Dan heb ik op mijn lijstje staan een officiële blog. En niet een blog voor mijn YouTube channel, maar een lifestyle blog. En eigenlijk met van alles en nog wat. Hij is in de maak. Ik ben ermee bezig. Dus stay tuned. Daar krijgen jullie ook nog meer over te horen. Dan wil ik heel graag deze zomer 30 kilo kwijt. Nou ben ik er bijna, dus misschien dat ik hem nog iets aanscherp naar 35 kilo. Maar ik ben bijna op 30 kilo. Ik zit op dit moment op 26,5 kilo. Dus nog 3,5 kilo. En dan heb ik de 30 bereikt. Dus dat hoop ik ook zeker deze zomer te bereiken. Dan, het is niet iets wat op mijn bucketlist hoort te staan, maar ik heb hem opgeschreven. Mijn man en ik zijn dit jaar 7 jaar getrouwd op 31 augustus. Dus ook die mag niet ontbreken aan mijn bucketlist. Omdat, ja, we gaan er natuurlijk wat leuks doen. En daar hoort ook nog iets anders bij. Dat staat ook op mijn bucketlist. Dan heb ik staan met mijn kleine neefje een dagje weg. Wij gaan dit jaar met mijn kleine neefje naar Pony Park Slagharen als verjaardagscadeautje. Dus dat gaat ook deze zomer gebeuren. Je een nieuwe hobby vinden. Nou hebben jullie gezien dat ik vooral bezig ben met filofaxen. Nou, dat is natuurlijk echt een geweldige hobby. Ik wil graag nog een hobby erbij. Gewoon voor de leuk. Ik heb er een paar ook nog op de bucketlist staan. Die kunnen vallen onder een hobby. Maar ik ben nog een beetje aan het neuzen, ja, wat voor mij iets is. Dan heb ik
een boekenserie uitlezen. Ik wil graag de boekenserie uitlezen van Veronica Roth. De inwijdingsserie. Ik ben nu weer begonnen in boek 1. Ik had tot de helft van boek 2 gelezen. Nu is 3 uit. Weet ik niet meer waar ik gebleven ben in 2. Gaan we terug opnieuw beginnen. Dan heb ik staan nachtjes vissen. Ik heb natuurlijk al een paar nachtjes met mijn lief gevist. Dus die kan eigenlijk ook afgestreept worden. Maar we zullen nog wel wat nachtjes gaan vissen in zijn vakantie. En dit vond ik een hele leuke die er nu op staat. Een waterballonnengevecht. Ik denk dat dat gaat worden met mijn neefje of ja, met iemand anders. Want mijn man die houdt er gewoon niet zo van. Ik wil heel graag naar IKEA. Wij gaan de slaapkamer verbouwen. Frozen yoghurt maken. Dat is wel zo lekker. Dus dat wil ik ook zeker nog gaan maken. Ik wil graag naar een buitenzwembad. Ik heb al een beetje opgezocht waar we heen kunnen. Dus dat moet helemaal goed komen. Ik wil naar een Ibiza-markt. Dat is in Den Haag, Scheveningen en al dat soort dingen. Daar zijn Ibiza-markten. Daar wil ik echt super graag naartoe. Ik wil beginnen met Smashbook. Nu kunnen jullie op mijn blog al lezen wat Smashbook is. Maar ik ga er binnenkort nog een hele video over maken. Zodra ik het allemaal in huis heb. Dan, deze heeft te maken met mijn trouwdag. Ik wil graag een nieuwe tattoo. Oftewel een nieuwe tatoeage. Samen met mijn man ga ik op 29 augustus een trouwtatoeage laten zetten. Omdat wij geen trouwringen meer hebben. Daar zal ik ook meer over vertellen als ik mijn tatoeagefilmpje ga maken. Nou heb ik die opgeschreven, maar eigenlijk doelde ik op een andere. Maar dat gaat sowieso dit jaar nog niet gebeuren en misschien zelfs volgend jaar nog niet. Ik heb besloten dat ik een mouwtje wil laten tatoeëren. Dus een hele sleeve. Een vrouwelijke sleeve, maar daar moet eerst dit voor weg zijn, want ik vind dat niet mooi. Die hoort dus eigenlijk op mijn gewone bucketlist te staan. Staat er nog niet op, omdat we het nog maar eigenlijk net besproken hebben en dat ik het net besloten heb. Maar eigenlijk doelde ik een beetje op die. Dan heb ik staan een late wandeling maken. Dus gewoon lekker door het bos, als het een beetje afgekoeld is. Of over het strand, door de duinen. Dus die staat er ook op. Ik wil een kampvuur with friends. Dus lekker op het strand, kampvuurtje, marshmallows, broodjes. De hele reut, echt zo gezellig. Ik wil graag een fotoboek maken van deze zomer. Kan je een beetje met een smashboek vergelijken. Maar ik wil echt een fotoboek maken van deze zomer. Hoe wij deze zomer hebben doorgebracht en wat we allemaal gedaan hebben. Ik wil heerlijk lang uitslapen. Ik ben geen uitslaper. Bij mij is uitslapen echt een uur of half negen, 9 uur. Dus hè, dat is het ook weer net niet. Dus ik wil lekker lang uitslapen. Ik wil heel graag een nieuwe Filofax A5. Dit is het A5 model, dat is dus zo'n hele grote, eigenlijk een half A4'tje. Daar wil ik er nog geen van, omdat ik daar een hele leuke bedoeling mee heb. Ook daar ga ik later meer over vertellen. Ik wil deze zomer 10 boeken uitlezen. Ik ben dus nu bezig in het tweede boek wat ik deze zomer wil uitlezen. Dus ik heb er nog 8,5 te gaan. Ik wil een roadtrip maken. Weet nog niet waarheen, maakt me ook niet uit. Als we maar lekker een dagje in de auto rondtoeren. Ik wil graag Italiaans koken. En daarmee bedoel ik uitgebreid koken. Oftewel casoncelli maken. Dat is echt een van mijn favoriete gerechten. Maar het is gewoon heel moeilijk om te maken. Dus die staat ook op mijn zomerbucketlist. Ik wilde graag naar de kermis. Nou, de kermis is hier alweer weg. Dus ik ben geweest. Was gezellig. Ik heb Wolter Kroes gezien. Daar ben ik echt heel blij om. Dus ja. Dat hebben we ook al gedaan. Voor mijn verjaardag wil ik deze heel graag. Maar hij is in Nederland moeilijk te krijgen. Of gewoon echt heel duur om hem in Nederland binnen te krijgen. Ik wil heel graag een Kiki K A5. Ik zou zeggen, google het. Dan weten jullie wel een beetje wat voor eentje ik wil. Het is lastig, want ik heb hem niet. Kan hem dus ook niet zo goed laten zien. Ik wil een logeerpartijtje houden. Nou heb ik donderdag een logeerpartijtje met mijn kleine neefje. Dus dat wordt super gezellig. Dus die kan straks waarschijnlijk ook al van mijn lijstje. Dan staat er op mijn zomerbucketlist mooi leren schrijven. Oftewel kalligrafie leren. Dat vind ik zo mooi. Zo mooi. Ook dat, zoek het op YouTube, op Google. Dan weten jullie wat ik precies bedoel. Ik wil dansen in de regen. Ik wil een dagje naar de camping, naar onze vrienden.
Ik wil een girls night out, dus die kan ik samen met de twerk night een beetje combineren. Ik wil graag een trasje pakken. Trasjes pakken. Ik wil mijn nagels laten doen. Jullie zien hier. Oh, hier. Ik heb er alweer van alles afgetrokken. Vanavond ga ik heerlijk mijn nagels laten doen. Ik heb er nu gewoon zelf geen zin in met dit weer. Dus laat ik het lekker doen. Ik wil graag lunchen met Manlief. Gewoon even lekker saampjes eruit. Even lekker lunchen. En als laatste het einde van de zomer vieren. Dus hoe gaan we dat doen? Dat weet ik nog niet. Maar we gaan het einde van de zomer vieren. Dit was mijn summer bucketlist. Nou ga ik heel snel nog even over mijn gewone bucketlist heen. Omdat deze eigenlijk gevraagd werd. Het zijn nog niet zo heel veel punten. Omdat ik nog druk aan het nadenken ben over wat ik graag zou willen. Een bucketlist, een echte bucketlist, houdt eigenlijk in. Wat wil ik doen voordat ik er niet meer ben? Wat zijn dingen die op mijn lijstje staan? Die ik wil hebben gezien, die ik wil hebben meegemaakt. Waar wil ik geweest zijn voordat ik er niet meer ben? Kat op de achtergrond in de kattenbak, kan ik niks aan doen, sorry. Maar op mijn, ja, mijn ultieme bucketlist reisje is naar New York. Ik wil heel graag naar New York. Ik wil het ooit een keer gezien hebben, ik wil er ooit een keer geweest zijn. Dus die staat op mijn bucketlist. Ik zou heel graag een kindje krijgen. Ja, er is bij ons veel gebeurd. Ik ga daar niet verder op in. Dat hou ik graag privé. Maar wij willen gewoon echt heel graag een kindje. En helaas is dat ons nog niet gegund. Ik wil graag 75 kilo wegen. Nou, ik ben op de goede weg. Dus wie weet. Ik zou graag een eigen paard hebben. Ik ben gek op paardrijden, gek op paarden. Op dit moment ja, kan ik gewoon nog niet paardrijden. Omdat ik mezelf daar te zwaar voor vind. Maar dat komt zeker wel weer. Ik wil graag naar Australië. Daar hebben wij familie wonen, dus daar wil ik heel graag heen. Onze droom is eigenlijk ook om daarheen te verhuizen. Dus wie weet. Ik wil graag naar Curaçao. Ik zou graag verhuizen naar het buitenland. Nou, deze mocht ook niet ontbreken. Ik wil dan naar New York, maar ik heb gewoon iets met Amerika. Ik ben gek op dat land. Ben er nog nooit geweest, maar ik heb gewoon een heel speciaal gevoel bij Amerika. En daar wil ik ook nog eens een keer heen. Het liefst wil ik een 3 maanden rondreis in Amerika. Ik zou graag naar Bali willen. Nou, ik wil nog heel veel van de wereld zien. Nou, deze staat op mijn lijstje, omdat ik hoop dat het ooit mag lukken. Ik zou graag YouTube bekendheid krijgen. Meer, want ik ben echt super dankbaar voor mijn, als ik me niet vergis, 109 of 110 abonnees. Ik wil jullie echt bedanken voor jullie, ja, voor dat jullie op mij geabonneerd hebben en dat jullie naar mij kijken. Ik weet dat ik een tijdje afwezig ben geweest. Ik ga mijn best doen om gewoon weer 2 keer in de week of minimaal 1 keer in de week te uploaden. Vlogs, daar ben ik nog niet zo zeker van ik daarmee verder ga. Want ik vind persoonlijk dat mijn leven niet zoveel voorstelt om te vloggen. Maar vinden jullie het leuk? Laat een berichtje achter in de comments en kan ik er wat mee doen. Ik wil leren kalligrafie. Nou, dat heb ik al een beetje uitgelegd. En ik wil graag een droomwerkkamer. Nou, daar gaan we mee bezig. Dat kan misschien zelfs deze zomer al gerealiseerd worden. Maar mijn echte droomwerkkamer zal hier niet kunnen. Dan moet ik echt wachten tot we een ander huis hebben. Maar ik ga op heel dichtbij komen bij mijn droomwerkkamer. Voor nu is dat mijn bucketlist. En mijn summer bucketlist. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Maken jullie zelf een bucketlist? Hebben jullie een bucketlist of een summer bucketlist? Laat het achter in de comments. Ik ben heel erg benieuwd naar jullie bucketlist en jullie summer bucketlist. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Als dat zo is, thumbs up. En ik zie jullie in mijn volgende video. Bye bye. En weer niet vergeten, #summerwithluus. Bye bye.